Hallo allemaal, vandaag gaan we eens kijken hoe je breuken kan optellen en aftrekken. We beginnen met een voorbeeldje met onze pizza's. Bij de eerste pizza zie je dat ik daar in het groen een aantal stukken van opgegeten heb. Hoeveel van de pizza is opgegeten? Inderdaad, 4 zesde, want 4 stukjes zijn groen, bij de tweede pizza, hoeveel stukje of hoeveel van de pizza heb ik daarop gegeten? 1 zesde. Nu wil ik weten. Hoeveel pizza heb ik dan in totaal gegeten? Daarvoor gaan we de breuken bij elkaar moeten optellen. Maar hoe gaan we dat doen? Wel, de pizza is nog steeds in 6 stukjes verdeeld. Dus ik behoud de 6. De noemer. Het onderste getalletje van de breuk ga ik behouden. Daarna tel ik het aantal stukjes van de eerste pizza en de tweede pizza bij elkaar op. En 4 plus 1 wordt 5. Dus ik ga de tellers of de bovenste getalletjes bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken. We gaan kijken naar een tweede voorbeeldje. Hoeveel van de eerste pizza heb ik opgegeten? 3 vijfde. En van de tweede pizza 1 derde. Opnieuw wil ik weten hoeveel van de pizza ik nu in totaal heb opgegeten. Dus we gaan opnieuw de breuken optellen. We begonnen altijd met onze noemer te behouden, maar wat zien we hier? Probleem. We hebben niet dezelfde noemer. We hebben een keer noemer 5 en een keer noemer 3. Dus kan ik de noemer niet behouden? Hoe gaan we dat oplossen? Met iets dat we al gezien hebben. Dat is we gaan onze breuken gelijknamig maken. Wat was dan nu weer al gelijknamig maken? Breuken op dezelfde noemer zetten. Oké, okay, voor noemer 5 en 3. Welke noemer ga ik kiezen? Het kleinst gemeenschappelijk veelvoud van 5 en 3 is 15, dus ik ga voor noemer 15. Van 5 naar 15 moet ik vermenigvuldigen met 3. 3 x 3 wordt 9. Van 3 naar 15 moet ik vermenigvuldigen met 5. 1 x 5 wordt 5. En nu kan ik opnieuw mijn regeltje toepassen. Ik heb twee keer dezelfde noemer, dus ik kan mijn noemer behouden. En ik tel mijn tellers bij elkaar op. 9 plus 5 wordt 14. En ik heb 14-15 van de pizza opgegeten. Oké, okay, we gaan over op ons stappenplan, zodat we alle breuken gaan kunnen optellen en aftrekken. Wat ik altijd eerst ga doen is twee tekens na elkaar wegwerken. Voor degenen die niet meer helemaal weten hoe dat werkte, gaan we dat nog eventjes opfrissen. Als ik twee plusjes na elkaar zie staan, dan wordt dat. Plus. Als ik twee minnetjes naast elkaar zie staan, dan wordt dat ook plus. Weet je nog wat we gezegd hadden? Twee keer hetzelfde teken wordt positief. Dan, als ik een minnetje en een plusje naast elkaar heb staan, dan wordt dat min. En als ik een plusje en dan een minnetje heb staan, wordt dat ook min. Want twee verschillende tekens wordt altijd negatief. Als tweede stap gaan we iets doen wat we altijd doen met onze breuken: en dat is de breuken indien mogelijk gaan vereenvoudigen. Dus we willen altijd werken met een zo klein mogelijke breuk. Als we dat gedaan hebben, gaan we naar stap 3: dat is wat we net ook gedaan hebben: onze breuken gelijknamig maken of op dezelfde noemer zetten. Daarna kan ik mijn tellers gaan optellen of aftrekken. En de noemer, die moet ik altijd behouden. Die schrijf ik gewoon over. En tenslotte controleren we nog eens of we niet onze breuk, onze oplossing die we gevonden hebben, ook nog kunnen vereenvoudigen. En als dat kan, moeten we dat dan nog doen. Oké, okay, dit was het hele stappenplan om breuken op te tellen en af te trekken. Nu gaan we kijken naar vier voorbeeldjes, zodat jullie goed weten hoe de verschillende stapjes werken. Je mag gerust meeschrijven. Op een klapplaatje. Eerste voorbeeld: min 15, min 3,9. We beginnen met onze eerste stap, twee tekens na elkaar wegwerken. We zien dat we geen twee tekens na elkaar hebben, dus kunnen we die stap overslaan. We gaan naar onze tweede stap. We gaan de breuken vereenvoudigen. Min 15, kan ik dat vereenvoudigen? Kan ik 5 en 10 delen door eenzelfde getal? Ja, ik kan delen door 5, dus krijg ik min 1 tweede. Min 3 negende kan ik ook vereenvoudigen, kan ik delen door 3 en krijg ik 1 derde. We gaan verder met onze derde stap, de breuken gelijknamig maken. Dan moet ik eventjes nadenken voor noemer 2 en 3. Welke noemer kan ik dan kiezen? Het kleinst gemeenschappelijk veelvoud van 2 en 3 is 6. Dus ik ga voor noemer 6, dan krijg ik. Min 1 tweede wordt min 3 zesde en 1 derde wordt 2 zesde. Dan ga ik naar de vierde stap, tellers aftrekken, noemers behouden. Min 3, min 2 wordt min 5 en de noemer is 6, dus blijft 6, heb ik min 5 zesde. Als laatste moet ik mij nog afvragen of ik het, nog, het resultaat nog kan vereenvoudigen. Maar dat is niet het geval bij deze breuk. Min 5-6 kan ik niet vereenvoudigen. Dus heb ik mijn oplossing gevonden. We gaan kijken naar een tweede voorbeeldje: 4-6 plus min 2-9. We beginnen weer bij stap 1. Werk twee tekens na elkaar weg. En we zien dat we dat hier wel hebben. We hebben plus en min na elkaar. Weet je nog wat dat wordt? Plus en min wordt inderdaad min. Dus krijg ik 4 zesde min 2 negen. Oké, stap 2. We gaan de breuken vereenvoudigen. 4 zesde kan ik dat vereenvoudigen. 4 kan ik delen door 2. 6 ook krijg ik 2 derde. 2 en 9 kan ik niet delen door eenzelfde getal. Dus die zal ik zo moeten laten. 2 derde min 2 negen. Dan ga ik de breuken gelijknamig maken, stap 3. Voor 3 en 9, wat is het kleinst gemeenschappelijk veelvoud van 3 en 9? Dat is inderdaad 9. Dus krijg ik van 3 naar 9 is maal 3. 6 negende min 2 negende blijft hetzelfde. Vervolgens ga ik de tellers weer aftrekken en de noemers behouden. 6 min 2 is 4 en noemer 9 blijft 9. Als laatste vragen we ons nog af of we het resultaat kunnen vereenvoudigen. Kan niet in dit geval, dus blijft 4 negende. Naar een laatste voorbeeldje, voorbeeld 4. We beginnen weer bij stap 1. Werk twee tekens na elkaar weg. Ik zie plus en min naast elkaar staan, dus dat wordt inderdaad min 14e min 2. En nu heb ik een beetje iets speciaals. Ik zie daar 14 tiende min 2, maar 2 is helemaal geen breuk. Hoe ga ik nu zelfs die breuk vereenvoudigen en gelijknamig maken als ik geen breuk heb? Weet je nog welke noemer daar eigenlijk altijd staat als er geen noemer staat? Noemer 1. Dus als je gewoon een getal hebt, wil dat zeggen dat de noemer altijd 1 is. En mag je die noemer daar gerust onderschrijven. Oké, okay, we gaan verder, we proberen te vereenvoudigen. 4 tiende, 4 en 10 kan ik weer allebei delen door 2, krijg ik 2 vijfde. 2 en 1, dat kan ik niet vereenvoudigen, dus blijft 2 eerst. Dan ga ik gelijknamig maken, noemer 5 en noemer 1, dat kan ik dan allebei op noemer 5 zetten. 2 vijfde blijft 2 vijfde en 2 eerste zal ik met 5 moeten vermenigvuldigen en krijg ik 10 vijfde. Dan ga ik de tellers weer aftrekken en de noemers behouden. 2 min 10 wordt min 8, de noemers schrijf ik over, blijft noemer 5. En tenslotte moet ik mij nog afvragen of ik het resultaat kan vereenvoudigen. Min 8, 5, dat kan ik niet meer vereenvoudigen, dus dat blijft hetzelfde. Ook hier zien jullie nog eens het stappenplan voor breuken optellen en aftrekken. Begint altijd met twee tekens na elkaar weg te werken. Dan probeer je te vereenvoudigen zo ver als je kan. Je maakt de breuken gelijknamig, je zet ze op dezelfde noemer. Dan ga je de tellers optellen of aftrekken en de noemer schrijf je over. En tenslotte kijk je altijd nog eens na of je het resultaat kan vereenvoudigen. En dan is het nu aan jou.